We zagen de afgelopen week veel sensationele koppen bij nieuwsberichten staan dat de allerrijkste de minste belasting betaalde. Maar wat staat er nu eigenlijk echt in dat rapport? Wat kunnen we van dat rapport leren? En vooral ook heel belangrijk: is beleggen nog wel interessant in de toekomst? Dat wil ik gaan bekijken in deze video. Laten we dus snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Passief Inkomen.nl. Op dit kanaal werk kwam een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En zoals gezegd, afgelopen week, uh, volgens mij afgelopen vrijdag dat het was, kwamen er heel veel nieuwsberichten. Want er was een rapport van het CPB en het CBS. En daarin stond eigenlijk. Tenminste, zo werd het uitgemeten in het nieuws dat de rijkste mensen de minste belasting betaalden. Hoe meer je verdiende, hoe minder je ging betalen. En nou hoor ik niet tot de armste groep mensen, ik hoor niet tot de rijkste groep mensen. Maar ik vind het wel interessant om te kijken wat er nou echt in dit rapport staat. Om daar iets van te leren. Omdat ik natuurlijk door middel van ondernemen en door middel van beleggen wel mijn vermogen wil vergroten. En hopelijk dus ooit in een hogere, rijkere groep terechtkom. Kijken bijvoorbeeld naar het eerste nieuwsbericht op nu.nl, dan zien we de, de kop al staan. De allerrijkste betalen de minste belasting. En vooral ook wat wil de politiek daaraan doen. We zien volgens mij de auto's van Joël Beukers, de gouden auto's. Want ja. Dat straalt rijkdom uit blijkbaar. Uh, bovenaan lezen we in de eerste alinea van... de 1% allerrijkste in Nederland... betalen gemiddeld relatief minder belasting... dan alle andere huishoudens. Ook worden mensen met een laag inkomen... relatief gezien zwaarder belast door de fiscus... dan mensen met een hoger salaris. Nou, volgens mij gaat het niet alleen om salaris. Uh, er zijn meerdere vormen van inkomen. Maar daar komen we zo meteen nog op. En daar staat ook van... niet eerder werd het zo duidelijk... dat ons belastingstelsel eigenlijk helemaal niet progressief is... Waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het is juist andersom. Hoe meer je verdient, hoe minder of hoe lager de belastingdruk is. Dat laat je in dit plaatje zien. En dan zie je dat procentueel gezien de rijkste mensen, degene met ja, de inkomen in de bovenste top 10, zeg maar in de 10%, uh, maar 36% betalen. Terwijl dat voor de onderste groep, de helft van de mensen, um, 55% is. Nou, dit is een, ja, als je het zo ziet, dan denk je dat kan niet kloppen. Want we hebben in Nederland wel een progressief uh, niveau in inkomstenbelastingpercentage. Lagere inkomens betalen procentueel gezien minder belasting dan hoge inkomens. Dus laat ook even kijken naar wat andere nieuwsberichten. Ook bijvoorbeeld op uh, NOS had er een artikel over. Het CPB zegt in Nederland: dragen niet de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wederom dure sportauto's te laten zien. En scrollen we dat naar beneden, dan zien we hier ook een stukje staan. Waarin er wederom eigenlijk gezegd wordt: van... De sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je kan afstaan. Dat is nivelleren bedoeld, maar dat is blijkbaar dus niet het geval. Dit onderzoek concludeert dat bij belasting op arbeid dat inderdaad wel zo werkt: De laagste inkomens betalen door heffingskortingen geen belasting op arbeid, de hogere inkomens leveren juist een deel, een ruim deel van hun verdiensten wel in. Maar wat wordt niet meegenomen zijn de indirecte belastingen. Uh, en inkomens uit andere zaken dan arbeid. Dus, zoals bijvoorbeeld vermogen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan ontstaat er een ander plaatje. Nou, dat wil ik dus gaan bekijken. Dat lezen we dus eigenlijk in het, uh, in het rapport zelf. Als we hier gaan kijken, is het eigenlijk wat je allemaal in het nieuws ziet. wat jouw aandacht moet trekken, uh, is eigenlijk wat hier staat. Je ziet dat de helft van de mensen 55% belasting betaalt. terwijl juist. De tien rijkste procent, zeg maar, die verdienen een derde van het inkomen, maar betalen ook ongeveer maar een derde aan belasting. Dus dat geeft, denk ik, in ieder geval een vertekend beeld. En dat zien we, denk ik, vooral duidelijk op deze pagina. Pagina 2 van het rapport, zal het rapport trouwens hieronder even linken. Hier staan eigenlijk de, de groepen die we eerder ook zagen, al uit, uh, ja, uitvergroot, laten we zeggen. Je ziet dat de helft van de mensen 19% van al het inkomen verdienen. Gemiddeld is dat iets meer dan 17,500 euro. Je ziet het hier ook staan, het inkomen is zoveel. Ze betalen dan net geen 10.000 euro belasting, maar ze ontvangen daarentegen ook weer 22.500 euro. Dus ja, inderdaad, ze betalen relatief gezien veel belasting, 55% van hun inkomen, maar ze ontvangen 130% van hun inkomen als toeslagen. Eh, misschien is dat huurtoeslag, zorgtoeslag, pensioen, zoals AOE bijvoorbeeld. Want heel veel mensen zullen natuurlijk in deze groep vallen wanneer je niet de mogelijkheid hebt. Om meer te gaan verdienen vanwege je, je opleidingen die je niet, misschien niet hebt gehad. of misschien omdat je juist al met pensioen bent. en dus geen inkomen uit arbeid hebt. dan is het natuurlijk heel lastig om je inkomen te vergroten. als je afhankelijk bent van de AOW van de overheid. en het pensioengeld dat je iedere maand ontvangt. Daar heb je eigenlijk geen invloed op hoeveel dat is. Nou, kijken we naar de tweede groep, de 40% rijkste mensen. verdienen ongeveer de helft van het inkomen. Gemiddeld komt dat neer per huishouden op 55.000 euro. Nou, van die 55.000 euro betalen ze bijna 22, iets meer dan 22.000 euro belasting. Ze ontvangen ook 13.000 euro in de vorm van toeslagen. Dus ze betalen ongeveer 40% en ze ontvangen 24%. En dan zien we als laatste die groep, de, de rijkste 10% wat betreft inkomen, in ieder geval. Die hebben een hoog inkomen, betalen 36% belasting, oftewel iets meer dan 50.000 euro per jaar per huishouden en ontvangen 11.000 euro, dus ze ontvangen nog steeds wel een bedrag ergens voor, bijvoorbeeld voor vergoedingen voor school van hun kinderen, ik noem maar iets, kinderbijslag bijvoorbeeld, maar relatief gezien is dat minder, en dan is het in één keer een heel ander beeld dat je krijgt, je ziet dat hier wordt procentueel gezien veel betaald, maar wordt er veel meer ontvangen, terwijl dat juist bij de rijkste mensen dus andersom is, ze ontvangen wat minder, maar ze um, ja, betalen ook wat minder, Kijken we iets verder op, wederom in het rapport, dan zien we eigenlijk per 10% uh, van 10 tot 20% van de inkomens, 20 tot 30, noem het zomaar op, hoe dat verdeeld is. Nou, Voor heel veel mensen is aan de ene kant inkomen uit arbeid de belangrijkste bron. Maar onderaan zie je ook heel veel mensen juist uit pensioenuitkeringen. Dus ja, zoals gezegd, um, pensioenen zijn misschien niet zo hoog voor heel veel mensen. Je bent afhankelijk van de AOW. Daar kun je ook niks aan veranderen. Dus um, dan is het. Dat soort dingen een groot gedeelte van je inkomen. Naarmate je wat meer gaat verdienen, zie je ook dat misschien de huur bijvoorbeeld wat afneemt. Ik denk dat er toeslagen zijn bijvoorbeeld. Dat je beleggingsinkomen van pensioengerechtigden, dat dat vaak wel iets gaat toenemen. Dat het inkomen uit kapitaal gaat toenemen naarmate je ja, hoger in de schaal komt. En het sparen is ongeveer, ja, hangt er een beetje af. Verschilt een beetje. Maar wat we over het algemeen hier zien is dat arbeid heel belangrijk is. En naarmate je meer verdient, komt een groter gedeelte uit arbeid. Dat is vaak wel logisch, denk ik. De meeste mensen zijn actief met werken. Die kunnen dus ook veel meer verdienen... dan iemand die dus, zoals gezegd, met pensioen is bijvoorbeeld. En kijken we tenslotte nog even naar de uitgaven, de overheidsuitgaven... en wat dus eigenlijk direct of indirect misschien wel toeslagen zijn voor andere groepen. Nou, dan is het bij de lagere inkomens vaker een werkloosheiduitkering... of iets voor, vanwege de ziekte. Ook de zorgtoeslag is natuurlijk groter... Als je een laag inkomen hebt, want hoe minder je verdient, hoe meer zorgtoeslag je ontvangt. Bijstand eigenlijk hetzelfde niveau. Voor onderwijs is het overal wel een beetje hetzelfde, al neemt het uh, wel een klein beetje toe op het einde, procentueel gezien. Maar langdurige zorg bijvoorbeeld zie je hier ook terugkeren. Gezondheidszorg is wel een beetje overal hetzelfde. Dus je ziet wel waar eigenlijk die toeslagen vandaan komen, dat die vaak te maken hebben met werkloosheid, met ziekte of met zorgtoeslagen. En dat is dus wel iets wat progressief is, zoals gezegd. Hoe minder je verdient, hoe meer recht je hebt op dit soort toeslagen. Dus wat kunnen we hier nu eigenlijk van leren als we naar het rapport kijken? En niet zozeer alleen naar de titels of de koppen bij deze nieuwsberichten, waar veel meer sensatie omheen hangt. Nou, ten eerste dat het inkomen toch zeker wel progressief belast wordt. Oftewel, hoe hoger je inkomen is, hoe hoger het belastingpercentage is dat je betaalt. Bijvoorbeeld voor 2022 is dat tot bijna 70.000 euro betaal je 37%. En daarboven betaal je 49,5% van je inkomen. En daarnaast zagen we dus dat de laagste inkomens relatief gezien de meeste belastingen betalen. Maar dat is niet dus de belasting uit inkomsten, want die is dus 37%, zoals we zagen. Dit zijn juist vooral indirecte belastingen. Uh, er wordt niet zo heel specifiek op ingegaan. Het wordt even benoemd in het rapport. En dan pakken ze voorbeelden, zoals bijvoorbeeld als jij natuurlijk een laag inkomen hebt, dan geef jij misschien veel of bijna al je inkomen geef je iedere maand uit. Want je moet natuurlijk wel kunnen leven, je moet boodschappen kunnen doen, je gaat af en toe tanken, je koopt wat, je gaat naar de kroeg. Nou, bijvoorbeeld in dat soort situaties geef je bijna al je geld uit. En dan betaal je dus ook relatief veel btw op je boodschappen, btw op je benzine, accijnzen die je betaalt. En dat zijn dus indirecte belastingen en daarom is het zo dat misschien betaal je maar maar laten we zeggen 37% op je inkomen op al die andere dingen die je betaalt aan belastingen. Dat zorgt ervoor dat je richting de 55% gaat en natuurlijk naarmate je meer verdient en dus eigenlijk minder uit hoeft te geven of meer geld kunt overhouden als je dat niet uitgeeft, betaal je daar ook geen belasting over. En vandaar dat je ziet dat juist bij die rijkere groepen procentueel gezien minder belasting wordt betaald uiteindelijk. Maar we zagen dan weer wel juist dat um, de lage inkomens juist veel geld ontvangen. Misschien indirect of wel direct. In de vorm van toeslagen, zorgtoeslag, AW, pensioenen. Alleen dat wordt dus niet ja, gecompenseerd met het inkomen. Dus daarom komt het natuurlijk in de nieuwsberichten vooral voor... 55% is heel veel. Maar als je ziet hoeveel ze relatief dan weer ontvangen. dan krijg je een heel ander beeld in ieder geval. En lukt het je dan uiteindelijk om je inkomen te verhogen. en je uitgaven te verlagen. en dus iedere maand geld over te houden. dan is het interessant natuurlijk om een vermogen proberen op te bouwen. Bijvoorbeeld door beleggen. Maar wat we ook zagen. is dat natuurlijk de overheid. zeker na dit rapport en hoe het gebracht wordt. Natuurlijk wil gaan ingrijpen, want dit ziet er niet goed uit. Maar de vraag is dan vooral: heeft beleggen voor de toekomst dan nog wel zin als de overheid wil gaan ingrijpen? Kijk bijvoorbeeld naar dit nieuwsbericht op nu.nl, dan zien we dat het ongelijkheidsonderzoek, zoals het genoemd werd, wakkert een debat aan: moet er fundamenteels iets veranderen? Is de vraag. De, de sterkste schouders dragen dus helemaal niet de zwaarste lasten. Nou, dat komt onder andere doordat uh, lage inkomens relatief meer geld kwijt zijn... aan indirecte belastingen zoals BTW en accijns. Oké, okay, dat hadden we al gelezen. Gaan we naar beneden. Dan zie je dat de roep om groot aandeelhouders zwaarder te belasten steeds uh, ja, luider wordt. In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op... om directeur groot aandeelhouders zwaarder te belasten. Deze groep die wordt belast in box 2 heeft nu veel fiscale voordelen... Waardoor zij veel minder belasting betalen. Dus dit zijn de mensen die vaak een BV hebben bijvoorbeeld. Uh, dan heb je meer dan 5% van de aandelen van dat bedrijf. Daarom ben je directeur, groot aandeelhouder. Valt dat in box 2 en box 2 wordt dan weer anders belast dan bijvoorbeeld box 3 of box 1. En juist omdat er heel veel geld verdiend wordt in box uh, 2 en ook heel veel geld nog gestald wordt in box 2... Ik geloof zelfs dat het hier gaat over 400 miljard zoals we hier lezen. Willen ze daar iets aan gaan doen? Volgens mij is het zo namelijk dat voorheen was het 25 procent, volgens mij is dat ongeveer nog hetzelfde. Is dat het belastingpercentage wat via box 2 wordt betaald en dat is dus lager dan wanneer je belast wordt in box 1, je inkomstenbelasting van 37 procent tot maximaal bijna 50 procent. Dus daar willen ze iets aan gaan doen. Maar wat we ook gaan lezen, en volgens mij lezen we dat hier niet trouwens per se in, maar dat zien we al wel de laatste tijd, is dat ze juist ook box 3 willen uh, aan gaan pakken, het vermogen of het inkomen in box 3. En dat heeft dan vooral effect op beleggers zoals jij en ik. Want box 3 is dus zeg maar de box voor de Belastingdienst, waar jouw uh, beleggingen of jouw spaargeld onder vallen. Op dit moment is dat zo dat het toch als een fictief rendement, dat daarmee gerekend wordt, dat je daar een, percentage, een belastingpercentage overbetaald, omdat de Belastingdienst nog niet in staat is, die systemen zijn niet zo dat ze voor iedereen individueel kunnen kijken van wat was jouw werkelijke rendement en wat zou je dus aan be uh, belasting moeten betalen. Dus daarom rekenen ze nu volgens mij met zo'n 5,5% als fictief rendement. En voor 2022 zien we inderdaad dat dat 5,53% als fictief rendement wordt gebruikt op je beleggingen. Ook al beleg je niet ook op je spaargeld. Dus afhankelijk van het bedrag uiteindelijk. Maar in ieder geval over die 5,53%. Daar betaal je dan 31% belasting over. Ze geven ook een, een voorbeeld. Iemand met 150.000 euro betaalt uiteindelijk 944 euro belasting. Oftewel 0,6%. En als dit dan over een paar jaar wordt veranderd naar wel het werkelijke rendement. En gaan we dan even uit van een gemiddeld rendement van 7% zoals ze zo vaak doen. En wordt op die 7% dan 31% belasting toegepast, dan scheelt dat uiteindelijk 0,5%. Dus de 0,6 die het nu was, zal dan verhoogd worden naar 1,1%. Klinkt niet heel veel, maar op de lange termijn heeft dat zeker wel een behoorlijke impact op het vermogen dat je kunt opbouwen. Kijken we namelijk naar een rekenvoorbeeld. Van 250 euro in de maand voor 50 jaar lang, dus vanaf je 18e tot aan je pensioen, dan bouw je in het geval van 5,3% rendement per jaar een vermogen op van bijna 750.000 euro. Maar verlagen we het rendement per jaar met een half procent, en dat gaat dus naar 4,8% in de nieuwe situatie, zeg maar. Dan krijg je dus een, uit, een, vermogen, een eindvermogen van 625.000 euro. En dat is dus maar liefst een verschil van 125.000 euro. Dus we zien wel dat het nog steeds loont om te beleggen voor de lange termijn. Alleen het bedrag dat je opbouwt, dat dat iets lager uitvalt. Of tenminste, niet iets lager. Het valt meer dan een ton lager uit. Maar in ieder geval, het is nog zeker mogelijk door middel van beleggen, ook met in de toekomst hogere belastingen die je betaalt, om zeker een vermogen op te bouwen. En wil je nou een vermogen opbouwen door te beleggen? Kijk dan eens bijvoorbeeld naar de Giro. Dat is de broker die ik gebruik om te beleggen. Een affiliate link om gratis een account te openen vind je onder de video terug. En dan ontvang je ook nog eens 50 euro te goed voor je transactiekosten op dit moment. Maar we zien in ieder geval dat het nog steeds mogelijk is om ook gewoon op lange termijn door middel van beleggen en een gemiddeld rendement. Ondanks de hogere belastingen, dan toch een mooi vermogen op te bouwen. Dus dat is voor mij het belangrijkste. Ik wil natuurlijk werken aan een toekomst die beter is, financieel beter is dan dat het nu is. En het zou jammer zijn geweest als door middel van belastingen het niet meer loont om dat risico te nemen. En om het geduld te hebben om op de lange termijn dus iets op te bouwen. Nou, het lijkt in ieder geval op dat dat gewoon nog kan gaan lukken in de toekomst. Maar laat ook zeker weten hoe jij er tegenaan kijkt. Doe dat via de reacties onder deze video. Misschien tegen dit nieuwsbericht. Via de verhogingen die er aan zitten te komen, hoe ga je daarmee om en verandert dat de manier waarop je wil gaan beleggen, bijvoorbeeld? Laat het dus weten in de reacties. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.